Laatste 500 meter zitten we al in en we zitten met nog altijd Golden Avenue aan kop. Golden Avenue, tweede plek voor Makalo. Daarachter volgt Nora As en daarachter is Binnendoor naar voren geschoven. Gwendolyn Flevo was een slimme move en zo zijn we halverwege de laatste bocht. En daar komt Makalo toch dichter bij de leider. Komt er nu helemaal naast en zo zijn de deelnemers in de laatste rechte lijn. Golden Avenue aan de binnenkant, Makalo aan de buitenzijde. Ze liggen nu precies gelijk. Makalo geeft nog een tandje gas bij. Aan de binnenkant komt Golden Avenue weer terug. Ze liggen nog altijd precies gelijk. Golden Avenue komt weer terug aan de binnenzijde. En Golden Avenue komt overtuigend terug aan de binnenzijde. Gaat hem gewoon winnen. Golden Avenue de winnaar. Makalo wordt tweede. Derde plaats Nora As. En voor uw kwartet, heel belangrijk, vierde Gwendolyn Flevo. Uitslag is officieel, dames en heren. De koers werd gewonnen door paard nummer 6. En die komt al aanrijden. Dennis Minnema met Golden Avenue. Binnen de tijd 1:17:06. En nu geeft Dennis Minnema de naamgever van de koers. Namelijk trainer Bas Krebas. Ook even een hand... Omdat hij deze koers wint met Golden Avenue, een zesjarige zoon van Aline Donan uit Volpix Hibia. Ook gefokt en nog altijd in eigendom van Dennis Minnema. Dus mooi familiesucces wat dat betreft. En we zagen natuurlijk in de eerste koers Daisy Paling al haar eigen fokproduct naar de winst rijden. Dat doet Dennis Minnema hier onverminderd over. En het paard natuurlijk de laatste tijd heel goed op gras, maar kan het absoluut ook op deze baan. Loop ik al een klein stukje mee met Dennis, want we staan precies voor de luidspreker. Maar Dennis, start finish, fantastisch. Ja, dit vindt hij het lekkerste en hij kan goed beginnen, dus daar moet je er gebruik van maken. Dat heb je altijd gezegd volgens mij, want je was wel vaker tegen onder andere Florijn koers. Dat was altijd het devies kop pakken en nooit meer afgeven. Ja, maar dat is sowieso maar deze. Dus dat recept blijft hetzelfde en dat zal ik ook niet veranderen. En hij doet het makkelijk, dus dat blijft het ook doen. En hij kan dus veel meer dan alleen op gras koersen. We zien je over volgende week zondag, 9 juni, zien we je weer terug. Ik weet nog niet of er een mooie koers voor hem is, dus dat hou ik nog even in het gewis. En voor straks hebben we nog Guess Heuveland. Wat verwacht je daarvan, laatste koers? Je kijkt ineens wat moeilijker. Ja, het is niet een heel makkelijk paard. We gaan proberen om de avond rond te krijgen. En dan op Groningen beginnersklasse moet je dan altijd geld kunnen pakken, normaal gesproken. Oké, gaan we dat straks zien. Laatste koers dus. Guess Heuveland nog een beetje een slag om de arm. Maar eerst, dames en heren, groot applaus. De Bas Krebasprijs wordt gewonnen door een paard door hemzelf getraind. Maar Dennis Binnema de man aan de lijn en degene die hem ook gefokt heeft. Geeft hem groot applaus. Golden Avenue, Dennis Binnema. Schreeuwt achter de auto. Dat is meestal het teken dat er iemand niet tussen kan, maar dat blijkt toch te kunnen. De start is gevallen. Florijn aan de binnenkant begint als zoals altijd hard, maar er zijn er toch een paar die het nog harder kunnen. En in het midden van de baan gaan de PD-kleuren naar voren en die gaan de leiding nemen. Althans, dat zijn de kleuren van Dennis Minnema, in dit geval Golden Avenue. Golden Avenue is als eerste bij de bocht. Daarachter volgt Nora As en dan Florijn. Florijn die wil al een spoortje naar buiten wisselen. Lukt niet en loopt daar op de kar en springt weg. Florijn maakt een fout. Florijn wilde er graag uit. Galop nummer 2. Maar dat past allemaal net niet. En nu is Florijn er zelf helemaal uit. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. Tempo wordt vooraan nog altijd gemaakt door Golden Avenue. 4, galop. Golden Avenue leidt. Daarachter op de tweede plaats Nora As. Aan de buitenkant komt naar voren Makalo. Makalo met hele grote stappen. Sprintwerk is eigenlijk niet zijn werk. Maar als je hele grote stappen maakt, je doet dat de hele weg, kom je ook vanzelf vooraan. Ligt op dit moment al tweede en wil graag inparkeren. En dat gaat op dit moment Tom Kooijman eventjes voorkomen, maar ook niet heel overtuigend. En dus past Makalo er precies tussen. Ze gaan de paarden de laatste kilometer in. Leider is nog altijd Golden Avenue. Daarachter ligt op plaats 2 Makalo, derde Nora As. Vierde plaats daarachter Gwendolyn Flevo. Vijfde is Gideon of Egypt. Zesde valt aan de binnenkant terug Crystal Sun. Aan de buitenkant komt hem nu voorbij Freek Schermer. Daarachter volgt dan
Het uitgeschakelde paard, Florijn, die ligt er nog altijd bij. En daarachter nog een uitgeschakeld paard. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn overzijde. Nog altijd Golden Avenue aan kop. Makalo ligt er heel mooi in een uitgangspositie waar hij nu achter vandaan komt. Want hij dreigt ingesloten te raken, denkt Jaap van Rijn. Want aan de buitenkant kwam Gideon of Egypt naar voren. Houdt in dat Makalo nu naar het tweede spoor is en binnendoor Nora As opschuift. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. De laatste 500 meter zitten we al in en we zitten met nog altijd Golden Avenue aan kop. Golden Avenue, tweede plek voor Makalo. Daarachter volgt Nora As en daarachter is binnendoor naar voren geschoven Gwendolyn Flevo. Was een slimme move en zo zijn we halverwege de laatste bocht. En daar komt Makalo toch dichter bij de leider. Komt er nu helemaal naast. En zo zijn de deelnemers in de laatste rechte lijn. Golden Avenue aan de binnenkant. Makalo aan de buitenzijde. Ze liggen nu precies gelijk. Makalo geeft nog een tandje gas bij. Aan de binnenkant komt Golden Avenue weer terug. Ze liggen nog altijd precies gelijk. Golden Avenue komt weer terug aan de binnenzijde. En Golden Avenue komt overtuigend terug aan de binnenzijde. Gaat hem gewoon winnen. Golden Avenue de winnaar. Makalo wordt tweede. Derde plaats Nora As. En voor uw kwartet, heel belangrijk. Vierde, Gwendolyn Flevo.